brengt jou naar de military? Nou, ik heb natuurlijk ooit meegedaan met RTV Oost met Toppers te paard. Daar heb ik natuurlijk heel veel liefde voor de paardensport gekregen. Ik ben hier uitgenodigd door Karin Rog en Herman Rijnt van TWW, want dat is eigenlijk wel een van de mooiste stands hier. Hè? We staan hier bij de hindernis in, die door de schuur heen gaat. Ik vind het ontzettend mooi. Ik denk eigenlijk wel het mooiste evenement wat hier in Twente is, omdat je iedereen ziet. Iedereen dost zich er ook mooi vooruit met een hoedje, met speciale kleding, met een jachthond erbij. En ja, het is altijd een hele fijne, gemoedelijke sfeer. Ferdinand heeft veel voor Twente betekend. Twente heeft veel te danken aan Ferdinand. Ja, daar krijg ik kippenvel van. Ja, echt, is dat ja, zo? Echt hoor. Ja. Als ze goed de camera hebben, dan kunnen ze het zien. Ja, echt. Ja. Nee, echt. Het is hier een mooi Twents feest. En het is niet meer weg te denken. U bent ook Norber van de military. Jij bent ook Norber van de military. Jij stelt jouw terrein ter beschikking. Ja. Dat doe jij ook, omdat jij dit een heel mooi en belangrijk evenement voor Twente vindt. Ja, dat moeten we behouden. Ja, want dit is als je nou in Amsterdam loopt of in Maastricht, je zegt military, dan zeggen ze allemaal boekelo. Dus ja. Zo is het ook, inderdaad. En ik moet zeggen, ik vind dat eigenlijk zoveel gedaan is voor hun, dat ze nog wel een krijgje iets hoger moeten betalen. Ja, daar ben je het mee eens. Ja, helemaal. En straks door de nieuwe autobaan moeten we toch wel misschien dat we een beetje sponsoren krijgen die zeggen van we gaan dat nog weer mooier maken. Meneer Daniel Smit, wat heeft u met paarden? Helemaal niks. Mooi, dan zit u hier goed. Nee, dat vind ik goed, hè. Nee, paarden zijn het edelste dier wat we kennen, hè. Het enige dier met een hoofd en benen. En ligt heel dicht bij ons mensen. Dus het is van huis uit een dier wat ons altijd ter dienst heeft gestaan. Dus het paard, nou ja, we maken er zelfs een musical over, hè. Warhorse. Kan ik iedereen aanbevelen. Prachtig. Zijn geen echte paarden, maar bijna echt. Hoeveel paarden heeft u al gezien vandaag? Ik heb een stuk of 10, 15 voorbij zien komen. Wat een mooie schuur. Ja, een prachtige schuur. Barbara Frans, wat brengt jou naar de military? Ja, elk jaar weer opnieuw. Wij sponsoren het al sinds de jaren 80, denk ik, als Arke vroeger. En nu kom ik gewoon als passant en uitgenodigde. En het is zo leuk om die paarden te zien. Maar vooral ook om heel veel bekenden elk jaar weer opnieuw te zien. Jullie staan op een netwerkplekje, zeg maar. Maar valt hier wat te netwerken of is het dat niet? Ja, het valt zeker ook te netwerken. En het is ook gewoon leuk om vrienden te ontmoeten. Maar goed, voor Landgoed Wilbersberg is het altijd ook weer belangrijk om allerlei mensen, relaties, maar ook vrienden weer te ontmoeten. Sabine met de kids en man. Vers, ja. Kerstverser, echtgenoot of stap naar de military. Ja, het is mooi hier, hè? Ja. Maar kom jij hier vaker? Ik moet eerlijk bekennen dat dit de eerste keer is dat ik hier ben. En waarom ben je gegaan? Om dat toch eens een keertje mee te maken hier. Dus dat is, we zijn ook op uitnodiging van een bedrijf. En dan is van, nou ja, waarom eigenlijk ook niet? En ik moet zeggen dat ik hier ben en ik denk, wow, dit is echt groot. Maar heb je hier tijd voor? Want je bent getrouwd, je bent op honeymoon geweest en de battles van The Voice beginnen volgende week. Ja. En mijn eigen bedrijf, hè. Dus ik ben hartstikke druk. Maar hier maak je tijd voor, toch? Het is ook heel gezellig. We gaan met z'n allen en de kids vinden het leuk, die paardjes die voorbij scheuren. Dus nee hoor, het is prima zo. Maar kom je elk jaar hier? Ja, bijna elk jaar. 6 jaar op rij, denk ik nu, ja. Dat is de charme van Boekelo? Dat je nog net genoeg van de sport mee kunt krijgen. Ja, meer drukker moet het ook niet worden. Nee, drukker moet het niet worden onderweg. Want het is inderdaad bij hindernissen soms moeilijk. Maar nee, ik vind het geweldig. Ik vind het ook geweldig dat er wel heel veel mensen op de been zijn. En af en toe ergens een biertje drinken is ook heel fijn. Mensen tegenkomen die je de rest van het jaar niet meer tegenkomt. Ben je jaloers op dit evenement? Nee, ja, jaloers in de zin van het is gewoon zo giga gaaf. Dat, we gaan hier elke keer naartoe, puur voor het netwerken. Kijken hoe mensen denken, of hoe dingen worden georganiseerd. Maar ook gewoon zo gaaf in deze sfeer, in deze omgeving, met dit weer. Het is gewoon genieten. Maar 60.000 bezoekers, red jij dat ook bij de triathlon? Nee, het is heel simpel, nee. En het is ook niet om jaloers te zijn, maar het is gewoon realistisch. Dus op zich is dit gewoon top. Het is gewoon in de natuur, topsport. Gezien worden en meet and greet en ja, pleasure en alles valt hier samen, denk ik. Succes en geniet van. Dank je, we gaan doen.